Zeg Céline. Zeg Céline, hoe doe ik dat? Zeg Céline, hoe ziet jij dat? Zeg Céline, hoe komt dat? Hey, ik ben Céline, twintiger, ondernemer en diëtiste. In deze podcast babbel ik over alles wat jij van mij wil weten. Hey en welkom bij een nieuwe aflevering van de Zeg Céline Podcast. Vandaag ga ik het hebben over intuïtief eten op vakantie. En Ik ga je op het einde van de podcast drie tips geven hoe dat je dat juist kunt aanpakken. Allereerst um, zie ik je heel vaak, afhankelijk nu of dat je een diëter bent of niet meer, uh, gaat je dit wel of niet herkennen. Maar. Um, ik hoor heel vaak de uitspraak: nu mag ik alles eten, en daarna ga ik strenger zijn voor mezelf. Dus we hebben heel vaak het idee in de zomer: heel vaak gaan mensen in juni, juli, augustus, september op vakantie. En ik zie dan ook op heel veel profielen um, de uitspraak, ja, uh, nu mag ik dus eten want ik ben op vakantie. Of voordat ze op vakantie vertrekken, hoor ik ook wel eens van, oh, op vakantie even alle remmen los en daarna ga ik terug uh, strenger zijn voor uh, mezelf. En wat ik daar interessant vind, is dat. Mijn algemene bevinding is dat mensen die dus nog in die dieetcultuur zitten en dus dat soort gedachten hebben, dat die vaak meer snoepen en ongezond eten dan mensen die niet in de dieetcultuur zitten. Nu, dat gaat absoluut niet hè, voor iedereen en alles opgaan, maar dat is wel hetgeen wat ik heel vaak bij mijn klanten zie. En je zou denken, huh, maar Celine, hoe dan? Want mensen die diëten, die eten dan toch tijdelijk eh, gezond. Dus hoe kan dat dan dat diëters vaak uh, ja, minder gezond eten dan niet-diëters? Dat is eigenlijk vanuit bepaalde gedachten dat dat gestuurd wordt. Ik ga het even um, staven aan de hand van een voorbeeld. Dan ga, dan ga ik het duidelijk maken. Diëters um, hoor ik heel vaak de uitspraak zeggen... Fuck it, het is om zeep. Dat gebeurt dan als ze één chocolaatje eten, één snoepje eten, een tractatie op het werk eten, noem maar op. En vanaf dat ze dan gezondigd hebben tegen hun regels, dan denken ze: ja, shit, hè, het is toch al om zeep. Uh, wat maakt het nu toch ook uit? Het gevolg van die gedachte is dat als ze dan dat ene koekje hebben gegeten dat ze denken, het is om zeep, dat ze dan misschien wel dat hele pak gaan opeten. Omdat ze denken, morgen of maandag start ik wel echt. En dat zou niet zijn gebeurd als je die gedachte... Fuck it, maandag start ik echt. Of fuck it, morgen start ik niet. Uh, sorry, morgen start ik niet. Nee, dat klopt niet. Fuck it, morgen start ik. Of... Um ik ga strenger zijn voor mezelf. Als je die gedachte niet zou hebben, dan zou je misschien dat hele pak koekjes of die hele zak chips niet leeg hebben gegeten. Dan zou je misschien hebben kunnen stoppen wanneer je merkte dat je nimmer aan het genieten waard. In plaats van dat je dus vanuit die gedachte, het is toch al om zeep, maar ga verder eten om dan de dag daarop of een paar dagen daarop terug strenger te gaan zijn. En wat ik ook altijd grappig vind, is dat mensen dan zeggen, ja maandag, maandag dat is een ideale dag. Dat is na het weekend, in het weekend hè, eten we vaak wat vettiger, minder regelmatig, uh, eten we ook minder veel fruit, groenten. Dat is gewoon zo, hè. In, in je weekend heb je gewoon veel sociale activiteiten, wat het moeilijker maakt. En um, ik vind het altijd grappig dat die maandag zo'n speciale dag is voor veel diëters. Terwijl dat eigenlijk een dinsdag, een woensdag, een donderdag, een vrijdag, een zaterdag en een zondag, dat zijn eigenlijk exact dezelfde dagen. Maar het speciale aan maandag is dat dat altijd aanvoelt als een soort van nieuw begin. Terwijl in een gezonde levensstijl zou er eigenlijk nooit een nieuw begin moeten zijn. In een gezonde levensstijl vinden we dat... Koekjes, chipsjes en eh, al die dingen, dat dat binnenin een gezonde levensstijl past. En dus dat het niet om zeep is, als je het dan wel eet. Want elke keer als jij, om, als jij denkt het is om zeep, Krijg je ook die schuldgevoelens? Krijg je ook het idee: shit, ik moet meer karakter hebben? Shit, ik moet strenger gaan zijn voor mezelf. En we weten gewoon dat streng zijn voor jezelf u niet gaat helpen richting een duurzaam eetpatroon. Je moet jezelf af en toe de vraag stellen: de, het, het eetpatroon of de levensstijl dat ik nu op dit moment heb, is dat iets dat ik tot mijn tachtigste kan volhouden? En als daar het antwoord ja op is. En als je je met deze levensstijl ook nog eens goed voelt, energierijk voelt, geen schuldgevoelens hebt, dan zijn de keigoed bezig. Zeg je van nee. Ik voel mezelf echt allez, of ik, ik, ik ben echt wel streng voor mezelf. Um, ik kan het moeilijk volhouden. Dat is teken dat je dan nog niet datgene hebt gevonden dat echt bij je past. En dat komt waarschijnlijk omdat je heel de tijd dat die dieetstemmetje. Um, het laat overnemen. Want wat ik voor mezelf heb gemerkt is, sinds dat ik die dieetcultuur en dat dieetstemmetje volledig heb losgelaten, vind ik het veel minder moeilijk om gezond te eten. Waarom? Omdat ik gezond eet vanuit een andere insteek. Ik eet niet gezond vanuit de insteek. Ik wil afvallen, maar ik eet gezond vanuit de insteek. Ik wil voor mijn lijf zorgen. En het grote verschil is dat wanneer je start met de insteek, ik wil afvallen, dat gaat je dat je altijd ophouden. Omdat op een gegeven moment gaat je altijd teleurgesteld zijn omdat je niet snel genoeg afvalt. Um, en dat op zijn beurt geeft dan het idee: ja, als ik toch niet afval, waarom zou ik het dan eigenlijk doen? En je gaat heel vaak gezond gedrag opgeven dat... Uh, omdat je het niet kunt volhouden of omdat het voor u niet snel genoeg gaat. En je zet dan veel beter af met elke dag 1% um, vordering maken. Dus 1% beter worden elke dag. Daarmee maak je een verschil op jaarbasis van 365%. Dat is waanzinnig veel. En elke dag 1%. Beter voor jezelf zorgen, dat lukt vaak wel. He, als je de dag van vandaag um, echt een ongezonde levensstijl hebt en je start met naar morgen toe één ding te veranderen en een dag nadien of een week nadien, whatever, wat goed voelt voor je. Want ik vind het ook altijd belangrijk dat je het stap voor stap doet. Um, maakt dat je uiteindelijk een hele grote verandering hebt, een veel grotere verandering dat je in, dan dat je in één keer alles gaat proberen aanpassen. Ik heb dat ook nog zo bij mijn, uh, bij mijn klanten gehad. Oh, ik laat hier iets vallen. Bij mijn klanten gezien, ik vroeg dan vaak van ja, hey, wat wilt je? Wilt je in één keer alles aanpassen of stap voor stap? Ja, dat was eigenlijk een keihard om een vraag van mij, want al mijn klanten zeiden ah doe maar ineens alles. Waardoor dat, dat gewichtsverlies bij die klanten, want toen focuste ik nog eh, op gewichtsverlies, um, dat ging dan natuurlijk altijd vlotter, maar mij als resultaat ook wel, dat klanten regelmatig terugkwamen, omdat ze dat niet konden volhouden op lange termijn. Dus ik zie nu ook in hoe belangrijk dat het net is om alles stap voor stap aan te pakken. Maar oké, okay, los daarvan hadden we het over intuïtief eten op vakantie. We moeten dus eigenlijk stoppen met die mindset te hebben van... Nu mag het, want ik ben op vakantie. Want het ding is, je mocht het altijd, niet alleen op vakantie. En het gevolg van die mindset is ook dat jij op vakantie een hele tijd van alles aan het eten zij, puur vanuit het idee, nu mag ik het. Je zijt dus aan het eten vanuit je hoofd en niet vanuit je lichaam. Omdat je die snoepjes, die frietjes, die pizza, weet ik veel, wat je dan allemaal eet, puur ga eten omdat het mag. En niet omdat je er echt oprecht goesting in hebt. En dat heeft vaak ook als resultaat dat je op vakantie jezelf al vrij hard opgeblazen kunt voelen, je futloos kunt voelen, en na je vakantie echt zoiets hebt van... Ik voel me echt slecht. En is dat het dan waard? Gaat jij op vakantie om na de vakantie jezelf eigenlijk rot slecht te voelen? Nee toch? We kijken vaak maandenlang uit naar die vakantie. Zon, strand, goede gezelschap, lekker eten. Na die vakantie wil jij dus toch net opgeladen zijn? Wilt jij toch... Energierijk zijn, hoort je toch goesting hebben om terug met alles te starten. En dat is vaak niet zo als je constant vanuit die mindset alles even aan het eten bent om erna terug strenger te zijn. En dat erna strenger zijn, dat weten we ook allemaal, dat dat een week lukt, maar na die week dat je er ook al mee stopt, omdat het veel te moeilijk is. Ja? Dus um ik wil u drie tips geven die u daarmee gaan helpen. En de eerste tip is: stop met die alles of niks mentaliteit. Weet dat je ook thuis mocht genieten en weet dat je ook thuis de onvoorwaardelijke toestemming hebt om ook die dingen te eten dat je op vakantie zou eten. Het is dus geen nu of nooit verhaal. Uh, probeer dus gewoon die vakantie te zien als een verlengde van je dagdagelijks leven waarin dat je eerder gewoon naar je lijf probeert te luisteren en te gaan kijken waar heb ik zin in, maar ook heeft mijn, uh, waar heeft mijn lichaam nood aan, waar ga ik energie uit te halen, dat soort zaken, in plaats van gewoon te denken vanuit, ik ga wel strenger zijn of nu mag ik alles. Uh, dat is zeer zwart-wit. De tweede is dat je uzelf voor de vakantie of wanneer dat je vertrekt of wanneer dat je er zij, uzelf de vraag gaat stellen, hoe wil ik mij voelen? En stel daar ook het gedrag naar. Als je zoiets hebt van, ja, ik vind het prima dat ik mezelf wel loom ga voelen, ja, dan is het oké okay om uzelf elke dag pizza te geven. Als je je lichaam dat ook wilt geven, hè, want je wilt je lichaam ook wel niet als een vuilbak behandelen. Um, maar als je zegt eh, en dit is zonder oordeel dit, ik wil je niet sturen in hoe dat jij jezelf moet voelen jij moet voor jezelf uitmaken hoe wil ik mij voelen als je zegt ik ben er oké okay mee dat ik mij futloos voel en dus als gevolg die pizza en die frietjes wil eten dat is totally fijn. daar heb ik totaal geen oordeel over dat jij moet doen wat voor je goed voelt als jij zegt ik wil mezelf um, energierijk voelen dan strookt daar niet met elke dag pizza te gaan eten dat is heel logisch. Dan strookt dat met ook fruit eten, dan strookt dat ook met voldoende water drinken, dan strookt dat ook met regelmatig bewegen eh, omdat dat de dingen zijn die u energie geven. Dus ik vind dat altijd een heel interessante vraag, omdat dat echt teruggaat naar hoe wilt je u voelen? En op basis van hoe dat je u wilt voelen, gaat je ge je gedrag afstemmen los van hoe dat je er dus uitziet en u Gewicht. Dat is wel echt een hele belangrijke om daar bij te vermelden. En zo ziet je ook gewoon dat mindset alles is, want die mindset die zorgt er net vaak voor dat je een gezond eetpatroon niet kunt volhouden, omdat je er op een verkeerde manier naar kijkt. Oké, okay, en dan de laatste tip is. Stop met jezelf als een vuilbak te aanzien. Je wilt eigenlijk je lichaam gaan behandelen. alsof dat je dat van je eigen kind zou behandelen. Dus als je zegt. Um, op vakantie zou ik ook willen dat mijn kind voedzaam eet en voor zijn lijf zorgt. Dan is dat wat je voor jezelf eigenlijk ook toewenst. Want voor iemand anders wensen we altijd eh, uh, een gezond lichaam toe. Maar voor onszelf zijn we vaak alleen maar bezig met afvallen. En met zo dun mogelijk zijn. En dat heeft weinig nog te maken met gezond zijn. Um, we weten ondertussen dat. Op gezond zijn geen maatstaat. Je hebt mensen die gezond zijn met een BMI van 30, maar je hebt mensen die ook gezond zijn met een BMI van 18, of van 22 of van 27. En je hebt ook mensen die ongezond zijn met een BMI van 18, 22, 27 of 30 of 35. I don't know. Daarvoor moet je echt gaan kijken naar het totale plaatje. En niet enkel naar uiterlijk. Ja. Dat is gewoon compleet verkeerd om op basis van uiterlijk te gaan beslissen: zet je gezond of niet gezond? Je kunt dat natuurlijk wel voor jezelf zeggen. Hè. Je weet zelf wel of dat je algemeen een um, gezonde levensstijl hebt. Of een minder gezonde levensstijl. En als dat op dit moment een minder gezonde levensstijl is, probeer dan eens te kijken wat zijn de eerste stappen die ik zelf wil nemen, die ook gewoon haalbaar zijn. Bij elke stap dat je neemt, wil je eigenlijk 80% zeker zijn dat je die voor de rest van je leven wilt volhouden. En als je dat gevoel hebt van, maar 80% is te veel, dat wil zeggen dat je doel te hoog gegrepen is. Dat wil zeggen dat je ja, naar een lager doel moet gaan en naar een meer eenvoudige methode. Het is dus bijvoorbeeld als je zegt. Ik wil um, meer fruit eten en um, je zegt, ik moet dat vanaf nu van mijn eigen elke dag twee stuks fruit gaan eten. De kans dat je zegt, dit ga ik 80% uh, zeker volhouden, ja, die is klein. Want elke dag twee stuks, dat wil dus ook zeggen als je ziek bent, als je moe bent, als je uh, in het weekend dat gaat niet gaan. Um, dus je wilt daar eigenlijk gaan kijken naar, oké, okay, ik wil het meest van de tijd, hè, of vijf keer per week, één stuk al eens eten. En start daar al eens mee. En als dat goed gaat, kun je verder gaan. Maar start nooit niet met ineens te grote stappen te doen. Ja. Nu, op vakantie is het ook wel heel normaal dat je een bepaalde structuur verliest. Hè. Um, heel vaak ontbijt je uitgebreid, slaat je je lunch over en doe je dan ineens je avondeten. Is daar iets mis mee? Nee, helemaal niet. Um, in principe is het niet erg om tijdelijk dan die twee maaltijden per dag te eten, want dat zijn dan vaak ook grotere maaltijden. Ik zeg je niet dat je moet compenseren en daarom twee maaltijden moet gaan eten. Hè? Absoluut niet, dat weet je dat dat nooit uit mijn mond zou komen. Maar um, wat ik gewoon merk, is als ik op vakantie ben, ik heb minder honger, want het is heel warm. En ik heb dan ook pas um, honger heel veel uren na mijn maaltijd, omdat ik uitgebreidere maaltijden eet. Uh, ik ga dan wel vaak meer snacks nodig hebben. Hè? Dus fruit bijvoorbeeld eet ik dan wel meer als snacks... Um, omdat er geen maaltijd aan te pas komt. Ja, en heel eerlijk, wij gaan heel vaak backpacken. En het is dan ook gewoon heel duur om s'morgens, middags, avonds te gaan uiteten. Dus wij eten dan vaak uh, s'morgens in het uh, hostel en s'avonds uh, gaan wij uiteten. Maar s'middags skippen we dan en eten we dan. Ja, soms zijn dat ook gewoon koekjes, om volledig eerlijk te zijn. Ik ga hier niet liegen. Soms eten we dan gewoon koekjes overdag om, uh, om onze honger te verzadigen, of om minder honger te hebben om onze honger te verzadigen. Dat klinkt heel raar. Oké, okay, je weet wat ik wil zeggen. Um, maar dus, zo overbruggen we soms ook ons, uh, onze dag. Uh, en dat is dan ook om budgetredenen. Uh, de backpackers gaan dat weten. Uh, je probeert dan maar rekening te houden met budget, uh, want als, wij gaan altijd drie weken uh, backpacken. Ja, en dan is het gewoon duur als je dat allemaal gaat uittellen. Als je eerst middags en s'avonds gaat uiteten, wordt dat echt een heel duur uh, grapje. Uh, natuurlijk kun je ook altijd zeer lokaal gaan eten en dan is dat wel cheap. Hè? Um, maar kijk, de backpackers onder ons zullen dat ook wel weten, daar ga ik nu niet, uh, niet over uitweiden. Maar mocht je er interesse over hebben, ik dat altijd wel eens uh, in een podcast uitleggen hoe dat wij dat doen rond dat backpacken uh, en rond planning. Je mag ze altijd laten weten via Instagram, als je dat interessant zou vinden, dan neem ik daar zeker en vast uh, een, uh, een podcast over op. Alright. Merci om te luisteren naar deze podcastaflevering. Vergeet zeker niet een review achter te laten via het platform waar je luistert. Via Spotify wil dat zeggen dat je gewoon een aantal sterretjes geeft. Dat zou keihard lief zijn. Voor jou een kleine moeite, maar voor mij betekent dat wel echt heel veel. Deel de stories even... Uh, deel de stories. Deel de podcast op uw stories. En tag mij op Healthy Habits Celine. Vind ik ook altijd leuk, want in deze podcast krijg altijd heel veel tijd en energie om te maken. En dan vind ik het altijd heel leuk om te zien wie dat hem ook luistert. Of laat mij gerust weten via Instagram wat je vond van deze podcast. Of van de podcast in het algemeen. Wilt je meer informatie over intuïtief eten? Of zegt je van Celine, ik wil hier echt mee aan de slag gaan? Ik herken uw uh, podcast. Ik herken mijn eigen daar zo hard in, in die mindset. En ik wil echt daarmee aan de slag gaan. Dan heb je een korting via de podcast. Eh, 15% korting op mijn ditje Die trekt. Dat is mijn all in do it yourself trekt, Waar dat je stap voor stap concrete stappen krijgt. Hoe dat je komaf kunt maken met eetbuien, emotie eten, maar ook. Um, ook om af te maken met schuldgevoelens, zodat je meer naar je lijf leert ruisteren en ook alles um, ja ga leren rondom mindful bewegen, um, zwart-wit denken. Dus al die tien stappen van intuïtief eten zitten daarin en het resultaat is heel vaak dat je dus minder gaat jojoen naar je gezond gewicht gaat, minder schuldgevoelens hebt, stopt met jezelf eten. Al dat soort zaken. Dus uh, de code DTD Podcast van Ditch the Diet Podcast. Ik zal het ook in de show notes zetten. Daar heb je 15% korting mee op mijn Ditch the Diet traject. All right, tot volgende keer. Doei doei. Merci om te luisteren naar deze aflevering. Heb je zelf nog een Cécilien-vraag? Dan kunt je die altijd insturen via de link in de beschrijving.